de sfeer van dit stadion. En dit is inmiddels een van de meest fantastische, sfeervolste stadions van heel Nederland. Dat durf ik te beweren. En zeker in deze grootte. Dat moet behouden blijven. We moeten die gemoedelijkheid, we moeten die toegankelijkheid, we moeten de bereikbaarheid, waardoor je dus om het stadion heen kunt blijven lopen. Waardoor je de Bijtel kunt blijven bezoeken met elkaar. Waardoor je naar de fanshop kunt, waardoor je elkaar kunt ontmoeten. Dat moet in stand blijven. Ja, het is echt een historische dag. Het stadion overgenomen, weer een eigendom van de Club Willem II. Vanaf 1 november en ja, dat is een mijlpaal. Zo is het. Je noemde het al heel mooi, een moeizaam, maar mooi proces. Ja, het was wel een moeizaam, uiteindelijk ook een mooi proces, omdat het natuurlijk op een goede manier is afgerond. Maar het is wel een heel langdurig en ook vaak wel moeilijk proces geweest. Ik denk dat het in eerste instantie 2017 opgepakt is, de ideeën om het stadion over te nemen. Toen is dat daarna weer een tijdje in de ijskast terechtgekomen. Ik ben in 2019 gekomen, me enorm in verdiept met een aantal mensen van ja, wat is nu toch uiteindelijk het beste voor de Club Willem II? We kijken naar de staat van het stadion, we kijken naar de staat van de installaties. Onderhoud, is dat op orde of is dat nog wat achterstallig? We worden natuurlijk geconfronteerd met veiligheidsmaatregelen die we zullen moeten gaan nemen in de komende jaren. Nou, dan willen we dat eigenlijk toch liever allemaal in eigen beheer doen, met de eigen verantwoording. En uiteindelijk naar een heel lang, ook moeilijk, moeizaam proces zo nu en dan, waarin je dacht van poeh, gaan we dat wel redden met elkaar, is dat toch uiteindelijk zijn we tot overeenstemming gekomen en is deze mijlpaal inderdaad bereikt. Er zijn een aantal processen, hè. Het is ook het interne proces, hè, waarin we zijn een echte voetbalclub en Willem II is echt van iedereen. Dus je zult ook iedereen daarin mee moeten nemen. En dat hebben we denk ik zeer zorgvuldig gedaan. We hebben het stichtingsbestuur daarin meegenomen. We hebben uiteindelijk ook de clubraad, de raad van commissarissen was natuurlijk heel erg nadrukkelijk daarmee mee bezig. Clubraad volledig geïnformeerd, al maanden geleden. En elke keer een update gegeven, zodat daar ook enorm veel vertrouwen groeide. Je zegt ook terecht, er zijn heel veel onderzoeken geweest, de dossiers opgebouwd. Ja, hoe verantwoord is het eigenlijk? Ja, in onze ogen heel verantwoord. Hè. We hebben daar gerenommeerde partijen hebben we daarnaar laten kijken. Nou, hoe is de staat van de constructie? Hoe is de staat van de installaties? Hoe is bijvoorbeeld trilmetingen zijn er geweest? Hè. Want we weten allemaal natuurlijk dat wij ook een stukje overcrowding hebben, hè, op onze kingside. Dat wij onze toegangscontrole niet helemaal waterdicht hebben, waardoor daar meer mensen zijn als eigenlijk zou het thuis horen. Nou, daar moeten we naar de toekomst wel naar gaan kijken. Dus we hebben eigenlijk wel alles meegenomen. Weten ook dat er een verantwoording naar ons toe komt, hè, om dat te upgraden. Hè, om ons hele stadion gewoon toekomstbestendig te maken. Maar dan bedoel ik ook over een stukje sanitaire voorzieningen, horecavoorzieningen. Nou, dat kunnen we nu de komende jaren echt onder de loep nemen en echt ook met elkaar keihard aan gaan werken. Er zijn een aantal verplichtingen die wij meegekregen hebben van de gemeente Tilburg. Is inderdaad, kijk naar de veiligheid, kijk naar het stukje segmentering. De commandokamer zullen wij uitbreiden, het camerasysteem zullen wij updaten. Maar de sfeer van dit stadion, en dit is inmiddels een van de meest fantastische, sfeervolste stadions van heel Nederland, dat durf ik te beweren. En zeker in deze grootte, dat moet behouden blijven. We moeten die gemoedelijkheid, we moeten die toegankelijkheid, we moeten de bereikbaarheid, waardoor je dus om het stadion heen kunt blijven lopen, waardoor je de Bijtel kunt blijven bezoeken met elkaar, waardoor je naar de fanshop kunt, waardoor je elkaar kunt ontmoeten, dat moet in stand blijven. Daarnaast moeten we natuurlijk uiteraard absoluut naar die veiligheid kijken. Nou, dan kijk ik ook naar wat ik net al zei, het stukje comfort en gastvrijheid. Nou, daar gaan we onze supporters gaan we daar ook in betrekken en op aansluiten. En dan gaan we naar zo'n optimaal mogelijke situatie. We weten ook dat we in de keukenkampioendivisie zitten. Dus we moeten ook hier en daar nog wel even voorzichtig zijn met de grote investeringen. Want ja, dat doe je makkelijker als je in de eredivisie bent dan in de keukenkampioen. Maar we zullen daarin geen risico nemen, maar we zullen absoluut doen wat het beste is voor de Club Willem II, maar ook voor dit stadion. En dan denk ik dat we de toekomst veel beter in kunnen gaan dan dat we dat konden in die huursituatie. Maar wat kunnen supporters eigenlijk op korte termijn verwachten?
Nou, dat zal op korte termijn wellicht nog wel meevallen. We zitten nu alweer in november en de eerste echte werkzaamheden die zullen waarschijnlijk in de zomer gaan plaatsvinden. Dan hebben we, maar het is ook weer voetbal, competities die kort op elkaar zitten, wel of geen play-offs. Dus het is lastig plannen, maar in de zomer van 23 zullen wij echt daadwerkelijk met de werkzaamheden hier aanvangen. Dat iedereen wel kan zien, hey, hier zijn wel dingen aan het veranderen. Voor jou persoonlijk, een lang dossier, hoe heb jij het ervaren? Nou, heel erg boeiend, interessant dossier van de laatste anderhalf jaar, denk ik, zeer, zeer intensief. En dat had nooit tot stand kunnen komen als we al die kenniskunde, ervaring die wij in onze geledingen hebben bij Willem II niet hebben weten te bundelen. Met mensen uit de clubraad, mensen uit de raad van commissarissen, uit het stichtingsbestuur, aangesloten op de directie. Dan was dat nooit voor elkaar gekomen. En ja, ik wilde eigenlijk niemand in tekort doen, want er zijn een aantal mensen die hebben er gigantisch veel tijd en energie in gestoken met heel hun expertise. Mark Verstraeten, Mark Willems, maar zo nog een heel aantal mensen uit de clubraad. Ik wil er toch twee mensen uitlichten, Raad van Commissarissen, Ilse Melis op juridisch vlak. Maar ja, wat Jan van der Laak en Meijnert van Duivenbode hebben gedaan, dat is eigenlijk ongelooflijk. Die belangeloos, die krijgen daar niets voor vergoed. Die hebben alle twee hele drukke werkzaamheden met hun eigen banen. Wat die voor tijd en energie in deze club gestoken hebben, in dit proces gestoken hebben, hoe zorgvuldig, nou, daar heb ik diep en diep respect voor. Zonder hun was dat absoluut, denk ik, niet tot stand gekomen. Het is teamwork geweest met wel een paar aanvoerders erbij en die heb ik net benoemd.